geen kansen creëren. Geen uitgespeelde kansen. Van der Linden bij toeval, maar wat geeft het? Krooien en Suarez gaat liggen en krijgt een penalty. Hij krijgt een penalty. Oh, dat is een optimale beloning voor Suarez. Eigenlijk rekende niemand bij Groningen erop dat de buiteling van Suarez beloond zou worden met een strafschop. En Van der Laak heeft de verantwoordelijkheid op zijn schouders genomen. Van der Laak scoort! Nog een half uur voor één treffer. Goed genomen strafschop van Van der Laak. En een zeer welkome voorsprong voor FC Groningen. De derde en laatste wissel bij FC Groningen. De doelpuntenmaker Van der Laak wordt vervangen door Jurie Cornelissen.